En superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook weer lekker aan de slag. We gaan een mooi zomers maar stoer bloemstuk maken. Op Oase, ik heb een mooie stoere pot gepakt waar ik al Oase in heb gevuld. Let dus op Oase niet onder de kraan, maar in een bak met water vol laten zuigen. Die stop ik erin, ongeveer 1 centimeter boven de pot uit. En gaan we gauw aan de slag. Basis van strikjes, die kun je terugvinden in de techniekles. Dan leg ik eventjes precies uit hoe je een strikje maakt. Deze verdeel ik aan de zijkant om de pot. Ik doe er eentje in het midden. Dan pak ik voor de hoogte mooie kangeroebootjes. Daarmee breng ik gelijk hoogte aan in het stuk. Dit doe ik ook met de distel. Dan heb ik mooie papaverbollen. Ook die geef ik een plekje. Ik werk wat meer op groepen. Dan super mooie zonnebloemen. Die geeft gelijk een mooi stoer, maar wel een heel zomers effect. Als je het lastig vindt om deze te verwerken in je bloemstuk, kun je eventjes voorprikken met een stok. Dan maak je alvast een gaatje in het Oase. Dan verwerk ik de hortensia, zo'n mooie stevige, maar ik verwerk hem wel in stukjes, dus in delen. Die stop ik overal eventjes een beetje tussen. Om de gaatjes op te vullen en zodat je ook geen Oase ziet. Beetje tegen de hortensia. Brengt ook gelijk wat rust in het stuk. Breng in de hoogte nog wat extra Craspedia bolletjes aan. Zuiderwindlilie. Geef ze wel allemaal weer een mooie eigen plekje. Dus ze verwerken ook weer iets lager zodat je mooi ziet. Ik vind dat er aan deze kant ook nog eentje mag. Deze doe ik wel weer iets lager. Geeft een mooie extra touch in je bloemstuk. Zoals je ziet heb ik echt al een hele mooie basis. Aan deze kant is nog wat Oase zichtbaar. En aan deze kant. Dan ga ik wat distellaag verwerken en wat zuiderwindlelies. Aan deze kant om nog even wat stoerder af te maken, wat distels
Altijd echt mooi dat blauwe. De distels van zichzelf natuurlijk ook al wat stoerder. En om het blauw een beetje terug te laten komen, doe ik het ook aan deze kant. Er werkt nog een Grasperia bolletje iets lager ertussen. En om nu de gaatjes op te vullen, stop ik er her en der een klein beetje Tilantia tussen. Dus ik kijk waar nog kleine gaatjes van de oase zichtbaar is. En daar stop ik een klein beetje Tilantia tussen. Het lijkt ook wat stoerder, dat grijze ertussen. En zoals je ziet heb ik dan een prachtig stoer, maar heel zomers bloemstuk. Ik vind het echt prachtig. Ook mooi voor een boerenfeest bijvoorbeeld. Of een mooi tuinfeest, dus zeer geschikt. En dan hoop ik dat jullie dit weer een leuke les vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En abonneer gratis, dan blijf je op de hoogte. En dan zie je bij de volgende keer weer. Doei!